Zou het kunnen dat het ook op die manier een hulp is voor CD&V-minister van Landbouw Hilde Krevits, dat u ook met uw CD&V-etiket daar nu die rol gaat spelen? Want zij heeft het moeilijk om dat akkoord bij de landbouw te verdedigen. En u gaat het een beetje het glijmen doen. Hilde Krevits heeft wel de moed gehad om het akkoord te maken. Vanuit een overtuiging dat dit de noodzakelijke stap is. Ja, ze heeft ook wel lang dwars gelegen. Het was vooral mevrouw Demir van N-VA die op het gaspedaal heeft geduwd, denk ik. Ja, natuurlijk. En tussen die twee partijen is er veel discussie geweest. Het heeft ook lang geduurd, die discussie. Maar uiteindelijk is men geslaagd om een consensus te vinden over een hele moeilijke stap die moet gezet worden. En dat is zowel voor minister Demir als voor minister Krevits niet evident. Hè. In dat gebied zijn er heel veel N-VA-burgemeesters die ook met die boeren te maken hebben. Ja. Dus het wordt allemaal wat in de media wat uitvergroot. Maar ik vind het wel goed dat men erin geslaagd is om uiteindelijk een politiek compromis op tafel te leggen dat nu zal beoordeeld worden.